In de Haagse bossen, zoals hier in het Westduinpark, zet de gemeente Den Haag paarden in om boomstammen uit het bos te slepen. Dat doen we om de bosbodem zo intact mogelijk te houden, de bodem niet te beschadigen. Vanaf de paden wordt het dan opgehaald met een trekker. En dan hoeft die trekker niet het bosvak in om, om de stammen op te halen. Om de Haagse bossen mooi en gezond te houden, voert de gemeente bosbeheer uit. Soms worden bomen weggehaald om te zorgen dat andere bomen de ruimte krijgen om te groeien. Als wij hier de esdoorn niet weg zouden halen, wordt het bos donker, is er minder diversiteit aan andere struik- en boomsoorten. En dat heeft ook gevolgen voor dieren die in het bos leven. En daarom wordt ook deze beuk in de bosjes van Zanen weggehaald. Als er heel veel beuken staan, wordt eigenlijk de bodem kaal, terwijl in een eikenbos juist veel onderbegroeiing is. Even verderop in Klingendaal is een echt beukenbos ontstaan in de loop der jaren. Hier groeien weinig planten en struiken op de bodem. De variatie tussen open bos en wat dichter bos met struiken is goed voor de natuur. En een beetje afwisseling is ook leuk voor de wandelaars en fietsers. En in het voorjaar is het tijd voor nieuwe aanplant. We planten verschillende bomen en struiksoorten. Struiksoorten hebben bijvoorbeeld soms bessen of vruchten die vogels ook weer van eten. Daarnaast kunnen ze erin schuilen. Boomsoorten die maken natuurlijk uiteindelijk het bos. En door die diversiteit in het bos aan te planten, houden we het bos gezond voor de toekomst.